We staan hier vlak langs de Vecht in een hoekje van Zuilen. En al enige tijd zijn hier allerlei werkzaamheden gaande. Kunt u wat meer uitleggen wat hier allemaal gebeurt? Ja, dat kan. We hebben hier ruim een jaar geleden een riool vervangen. Er ligt een bestaand riool hier, eigenlijk in die ecologische zone hier. Dat is erg oud. Daar hebben we heel veel lekkage van. En dat lekwater, dat komt allemaal de zuivering in. Het is eigenlijk zonde, want het is gewoon schoon water wat je eigenlijk zit te zuiveren. Dus daarom hebben we ruim een jaar geleden een nieuw tracé geboord. Dat loopt vanaf de Kabeljauwstraat tot aan de Hogelanden westzijde. Het rioolstelsel is hier zodanig dat ook het regenwater van de daken en van de straat en de kolken komt allemaal op dit rioolstelsel. En je kunt je voorstellen, op het moment dat je een enorme bui krijgt, loopt het regenstelsel vol. En om dat te voorkomen dat je vervuild water op straat krijgt, dat het via de kolken uit op de straatweg komt, maak je op bepaalde plekken gewoon een overstort, een nooduitlaat. En dat, hoeveel liter water past in zo'n bassin? 2,5 miljoen liter. Zo, daar kan ik me nauwelijks wat bij voorstellen. Ja. Nou, je moet je voorstellen, die bak is 90 meter lang en 12 meter breed. Zullen we er even naartoe lopen? Dan kijken we even of we er nog wat van zien. Nou, hier ligt dan het bezinkbassin, wat u vertelde. Eigenlijk is er niet veel van te zien. Nee, maar dat is ook de bedoeling, hè? Wegbezinkbassin, hij ligt echt ondergrond. Dus je moet hem voldoende diep leggen, zodat ook het water erin kan stromen op het moment dat de riolen helemaal vol zijn en dreigen over te storten op de Vecht. Is dat slecht voor de Vecht als dat gebeurt? Ja, zeker, want je krijgt een verontreinigd water, hè? En dat is zeg maar veel fecalie, dus er zitten veel organische stoffen in. En op het moment dat je dat loost op een oppervlaktewater, dan dat wordt het afgebroken. Dan heb je zuurstof voor nodig. En dat zuurstof, dat vreet zuurstof uit het water. Dat betekent dat die vissen doodgaan en dat ook plantengroei daar het loodje legt. Nou, we staan hier bij het fietspad richting Ondiep. Het is ook heel lang dicht geweest. Het is nu weer open. Blijft het ook open? Ja, ze ligt er niet optimaal bij. Hè. Er moeten gewoon een paar asfaltlagen overheen. Dus hebben we gedacht, nou, we zetten in ieder geval het pad dan even open. Dan is inderdaad het omrijden bij de groot, dat is kwijt. Het is geen optimale route, dat geef ik ook al aan. Dus daarom hebben we gezet tijdelijk opengesteld vanwege de werkzaamheden. En let op, het is gevaarlijk en onverhard, dus laat mensen wel afstappen. Voor ons heel prettig om er weer langs te kunnen fietsen, moet ik zeggen. En krijgen de bewoners bijvoorbeeld nog een laatste bericht over het afronden? Ja, we zijn er voornemens om, als we met een hele grote ingreep klaar zijn bij het ondiep Hoge Landen, dat is een echte afrond, want dit hangt allemaal met elkaar samen, om alle mensen die hier langs het hele riooltracé geweest zijn, om die uit te nodigen voor een klein feestje. Dat willen we ergens in de buurt of op het Klokkenveld doen of in de buurt van Hoge Landen. Om nog mensen even bij te kunnen komen en eigenlijk een soort compensatie geven voor de overlast die ze gehad hebben van de werkzaamheden die wij hier uitgevoerd hebben.